Door de grote hoeveelheid sneeuw van vorig weekend hebben we afgelopen week al veel wintersporters in eigen land gezien. Na een paar dagen en nachten met flinke vorst is er niet alleen sneeuwpret, maar nu ook ijspret. Zoals hier op de Hatertse en Overasseltse Vennen. En dat was alweer even geleden. Ja, dat is 2 jaar geleden dat ik voor het laatst schaatsen heb. Het gebeurt niet zo vaak. En hier is het gewoon lekker in de natuur. En niet zoveel te doen nu in de coronatijd. Dus wel lekker zo. De eerste schaatsers stonden al snel op de ijzers en niet iedereen vertrouwt het ijs al helemaal. Ja, superleuk. Maar wel een beetje eng. Wel eng, want ja. Er ligt veel water en veel sneeuw, dus ja, dat is niet zo fijn. Corona-proof afstand houden lukt wel volgens de schaatsers. Iedereen beweegt ook, dus dat scheelt wel. Niemand staat stil tegen elkaar aan. Dus, Voor velen gaat er niets boven de magie van natuurijs, maar dat geldt niet voor alle schaatsers. Ah, hoeft niet per se of zo. Het is wel leuk voor een keer. Triavium wel leuk, hè? Ja. Ja. Nou, hier heb je maar een paar stukjes waar je echt goed op kan schaatsen. En triavium kan gewoon overal schaatsen.